Vechtersbazen aflevering 16 op je beeldscherm. Helemaal vanuit Los Angeles. Je zou het niet zeggen, want we zitten hier gewoon in een donker hol. Maar we zijn er wel echt. En ik voel me heel klein aan deze tafel. Want ik zit hier letterlijk en figuurlijk tussen twee grote meneren uit het kickboksen. Willem van Roosmalen, Mike Passanier. Tof dat jullie even tijd voor ons klaarmaken ten eerste. Graag gedaan. Willem, om met jou te beginnen. Je bent hier natuurlijk met Robin, jouw zoon, maar natuurlijk ook jouw kampioen. Klopt. Ja, hoe is het met hem? Ja, super. Goede voorbereiding gehad. Lange voorbereiding gehad. Al redelijk op gewicht. En ja, klaar voor zaterdag. Ja, hij maakt, als ik hem zo zie, als ik hem zo rond zie lopen, hij maakt een getergde indruk. Klopt dat? Ja, klopt wel een beetje. Die Amerikanen, die hebben een aantal dingen geroepen in de media. En ja, daar heeft hij wel opgeslagen. En ik denk dat de zaterdag echt wel uit gaat komen. Ja, ja, een van die dingen, ik weet niet of dat een van de dingen is die hij bedoelt. Hij zou de zaal verlaten in een lijkzak en dat soort dingen. Ja, ik heb ook vreselijk moeten lachen om die uitingen van hem manager. Ik heb natuurlijk maar een blije aap met een Mayweather vestje aan. En ja, weet je wat het is? Ja, hij kan zeggen natuurlijk wat hij wil. En één ding klopte wel. Hij zat op een gegeven moment ook in dat filmpje, dat is ook... Tegenstander voor kracht, tegenstander en een heel klein tegenstandertje. Ja. Het klopt. We hebben hier een jongetje bij van 16 jaar en daar spart Robin ook mee, zet die slagen mee, dus daar hadden ze gelijk in. Ja. Ja. Mike, wat denk jij van deze wedstrijd? Ik denk niet dat het al te moeilijk zou moeten worden voor Robin. Hij heeft zichzelf al bewezen dat hij tegen heel veel verschillende soorten vechters gewoon kan vechten. En zich staande bij te houden, sterker nog, hij wint ze geloof ik bijna allemaal. En als hij verliest, dan moet je nog even je twijfels bij inzetten. En ik denk dat meneer Van Noostraat niet het heeft om het Robin heel moeilijk te maken. Ik bedoel, ja, hij gaat er toch al vrij open naartoe altijd. En dat is iets wat je niet moet doen met hem en als Van Roosman. Nee. Nou, denk ik dat ook, hè? Dan ben ik dat helemaal met jou eens. Maar zijn we dan niet ook tikjes een beetje chauvinistisch? Want ja. Nee. Het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat er opeens iemand van buiten komt die ons allemaal verrast. Ja, dat kan natuurlijk, maar nooit Amerikaan voorlopig. Laat ik het zo zeggen. Die lopen gewoon nog 50 jaar achter of zo. En dat is niet erg. En ook deze jongen, die doet het heel goed wel, hè, die Kevin. En hij brengt ook wel leuke partijen er naartoe. Maar dan moet je ook kijken tegen wie. Ja. Het is geen City Chai tegen wie die vecht. Of het is geen Myrtle Groenhart. Of het is geen Adamchuk tegen wie die vecht. Geen top. Snap je? Nee, het is toch. Hij vecht tegen de subtoppers van de subtop of zo, om het zo te zeggen. Maar hij wint ze wel, dus dat is ook heel belangrijk. Je moet ook een wedstrijd winnen, je moet ergens beginnen. En ik begrijp dat ze aan het opbouwen zijn, maar hier ook zijn ze vaak als een Amerikaan twee of drie keer gehoord is. Dus, hij moet voor de belt. En het liefst in Amerika. Ja. Met Amerikaanse scheidsrechters zijn waarschijnlijk. Halen ze die reserve minimi, weet je, die helaas bij, zowel bij Myrtle als bij Saki, de wedstrijd even verkrachten voor ons. Ja. Die halen ze er even bij, want die kennen het beste. Dan staat hij dan zat hij nog een beetje schap achter gaan te kijken. En dan, weet je, en dan denk je ook bij jou graag, ze weten niet beter. Nee, maar hoe kan het nou, hè? Want we hebben het inderdaad over, want Amerikanen willen niks liever dan een Amerikaanse kampioen, hè? Want dat zou helpen om hier die markt open te breken. Nou, die hadden ze natuurlijk met Tiffany van Soest, die hebben ze ook laten gaan. En die Fransen, terwijl het kilo was. Dus eigenlijk had Tiffany van Soest moeten winnen. Maar ze dachten, nou, we geven die gewoon even die Fransen. Want Kevin van Oostraat gaat het voor ons recht trekken. Ja. Zoiets, denk ik dat ze denken, wat je niet bedoelt. Waarschijnlijk wel. Maar wat is het met, jullie lopen allebei al heel lang mee in het wereldje. Vroeger hadden natuurlijk wel een aantal bekende Amerikaanse kickboxers. Denk ik terug naar Benny the Jet en noem maar op. Maar daarna er zijn nooit echt goede Amerikaanse kickboxers. Zijn ze er niet of worden ze niet gevonden? Jij noemt namen Benny the Jet. Ook die zijn enorm gehyped, net als Mike al zei. Tuurlijk. Voor Amerika waren het sterren. Ja. Maar kwamen ze buiten Amerika, kregen ze klop. Ja, maar er was er niet zoveel media, waren er geen camera's. Maar kregen ze ook klop. Dus waarschijnlijk als je in Amerika een hele goede kickboxer bent die kan boksen, dan gaat hij boksen omdat hij buiten gewoon meer kan verdienen. Ja. Zo is het gewoon. Of MMA. Of MMA. Ja. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Het talent is er wel, maar het vloeit allemaal door naar andere takken van vechtsport. Ja. Ik denk dat het ook een beetje schort aan de begeleiding. Zeker. Snap je, als je nou bijvoorbeeld ziet dat iemand zijn begeleiding
op een gegeven moment opgenomen moet worden in een medkliniek. Of weet je niet, of hier mensen lopen en die vinden zichzelf belangrijker dan de vechter op een gegeven moment. Dan is het natuurlijk geen lang leven beschoren. En ja, kijk, als je dan ziet dat ze veel professioneler in boksen zijn of in MMA, dan zou je natuurlijk als getalenteerde vechter kunnen zeggen, nou ja, weet je, ik kan bij hem blijven, maar ja, hoe lang blijft hij nog buiten? Of weet je, of ja, ik kan wel bij hem blijven, maar het brengt me niet verder. Of ik ga daar naartoe en ik ga kijken wat ik wel kan doen. En dan is de keuze vrij snel gemaakt, denk ik. Ja. Maar zou dan zo'n, niet Kevin wordt het niet, dat ben jij van overtuigd, maar een Amerikaanse kampioen, zou die dat kunnen openbreken, de weg vrij kunnen maken voor? Wat Mike zegt, ze lopen achter, ze lopen ver achter. Ja. Kijk, wij in Nederland, we hebben een klein landje, maar de competitie is ontzettend hoog. Het begint al bij de juniortjes, nieuwelingen, CB, ontzettend hoog. Kijk, als je een meisje gym krijgt, die kan over de kop lopen en ze kunnen allemaal knokken. Bij mij is het precies hetzelfde. Bij mij kun je de overzicht lopen en ze kunnen allemaal vechten. Ze willen ook allemaal vechten. Mm-hmm. Als ze bij ons sparren, dat is eigenlijk al een niveau dat ze hier wedstrijden draaien. Dat gevoel heb ik hierbij. Ja. En ja, ik denk dat het wel even gaat duren. Of ze moeten ze vaker naar ons sturen. Maar niet een maand of een week. Nee, die moeten echt een jaar. En die moet in de competitie meegaan. Ja. En dan nog maar zien of hij talent heeft. Ja. Dus, Het gaat wel even duren dus. Ja. Ik denk voor wel. Ja. Nou ben je dan met Robin in LA, dan vecht je tegen een Amerikaan op zijn terrein. Ja. Zit er daar nog gevaar aan? Het is wat Michael zegt, laten ze een scheidsrechter komen. Ze kunnen je maken, ze kunnen je breken. Ja. Kijk, zaakje viel met één hand aan de grond en hij werd geteld. Dus allemaal onzin. Maar gevaren, ja, ik weet niet wat het gevaar moet zijn of hij moet Robin neerslaan. Maar ja, we zullen zien wat er gebeurt, maar ik denk weinig gevaar. Ja. Blijf vechten. Ja. Het is Glory, het is één organisatie en ik denk niet dat ze elkaar willen neppen. Tenminste, dat hoop ik niet. Nee, ja, draaitrappen, hè. Rare onverwachte technieken heeft hij, zeggen ze dan. Het is kickboksen, het is geen taekwondo. Nee. Dus we zullen het zien. Nou, het enige rare wat er is, dat er natuurlijk wel altijd één of twee scheidsrechters gecharmeerd zijn van die rare trappen. En weet je, dan heeft hij de hele wedstrijd, de hele ronde niks gedaan. Drie draaitrappen, allemaal mis. En dan krijgt hij toch nog de ronde op zijn naam geschreven. Ja. Van wat hij heeft, hoe noemen ze dat nou? Dan noemen ze dat je vooruitstrevend. Ja, druk zit, ja. En andere dingen doet. Maar ja, volgens mij ging het om stoten en trappen. Niet om draaitrappen en al die andere flats. Ingrijp wat Mike zegt. We hebben meerdere malen meegemaakt. We hebben het ook samen in Amsterdam hebben het geroepen. Als ze tegen een Thaise vechter staan, zitten twee of drie juryleden bij. Die hebben echt de hond in de ogen. Of ze zijn taai gerelateerd, maar al doen ze niks en ze pakken twee knieën en twee lichaamstrappen, die kunnen nooit verliezen. Nee. Die moet je doodschieten en dan blijven ze staan, dan winnen ze nog. Ja, wordt een vergelijker weer. Ja. Ja, nee, kom op, jongen. Ja. Het liefst helpen ze hem nog van vooruit ook. Ja. Ja. Hey, jongens, kom op. Even. Dat hebben ze niet gezien, hè? Nee. Ja, dat heb ik wel vaker geroepen. Dat is een beetje raar ook met het... met het kickboksen en dat is ook denk ik ook waarom het af en toe een beetje achterblijft. Want de jurering gesproken natuurlijk, dus ook in ons eigen land, maar ook in het buitenland waar je ook bent, weet je niet. Soms heb je gewoon rare uitslagen. Kijk, als je nou drie juryleden hebt, hè, en hij zegt bijvoorbeeld 27-28 en de andere zegt 30-27 en weer de andere zegt 27-30, dan denk ik, nou ja, weet je, als het vlak bij elkaar zit, denk je oké. Maar als het zo ver van elkaar af ligt, dan denk je, ja, of er heeft er gewoon eentje even niet op zitten letten. Er komen bijvoorbeeld, ik weet misschien een paar lekkere dames voorbij, of er kwam, weet ik veel, de broodje roket werd aangehaald. Die zei, ja, doe mij maar twee. Ik heb niet gezien wat er gebeurt. Ja. Terwijl, natuurlijk een vechter, maar ook, dan heb ik het natuurlijk niet over de A-klasses, hè. Maar zo'n vechter die traint de bal uit zijn broek. Die is een maand, twee maanden bezig, heeft zijn opgesloten, afgezegd van alle feestjes. Hij gaat vroeg naar bed, hij gaat op dieet, hij traint. Ja. Hij gaat,
weet ik ja, veel, naar allerlei instanties toe om zich beter. Zegt eentje tegen mij, je moet op yoga gaan. Gaat hij naar yoga? Ja, dan gaat hij nog even, weet ik veel, wat allemaal doen. En dan zo'n jurylid, die zit dan even niet op te letten. Maar het is ook bij jeugd en bij nieuwelingen en bij C-klasses. Ja, die jongens maar is het onkunde of is het anders? Ik denk het wel. Ik denk, ik zie af en toe, ik heb bepaalde organisaties die denken, ja, goede jury, zit altijd goed. Kijk, zijn wij als trainers natuurlijk altijd wel bevooroordeeld, maar als mijn jongen verliest, dan verliest hij. Dan zie je gewoon. Mm-hmm. Maar je hebt er echt bij, dan denk ik bij mijn eigen jongen, elke maand hebben ze andere jongens, meisjes, vrouwen aan de ring. Ik denk, wat zijn jullie aan het doen? En dan zitten ze te schrijven of dat ze al 30 jaar kickboksen terwijl ze pas 16 zijn. Dus ja. Ik kan er geen wijze uit, echt niet. Ik had het toen met Massaro en toen zei ik van, hey, ja, exact. Hoe zit het? En zei, ja, even kijken man, hoeveel supporters die tegenstander meegenomen hebben. Dat gaan we nooit redden hier hoor. Dan zeg ik, ja maar als het zo moet, laten we dat zitten. Dan zei, nou, teken anders protest dan. Maar ik heb het nog tot vandaag de dag nog niet van gehoord. Het kost een hoop geld en dan verliezen toch. En ik heb het meegemaakt met Robin tegen Sietesjai. Adam Tjoek tegen die Perrenchong in Brussel. Ja. Exact hetzelfde. Myrtle tegen Nicky, vier andere keren. Respect voor Nicky natuurlijk. Maar ja, recht is recht en krom is krom. En, ik heb het al een paar keer meegemaakt en het klopt echt niet. Ja, frustrerend lijkt me af en toe. Toch? Als trainer zeker, maar als vechter helemaal. Vechter, ja, vreselijk. Dan ben jij hier met Kopy Vlinsky. De Bulgaar? Ja, je kent hem niet. Ja. Ik zei het wel in één keer goed, hè? Dat is, ja, maar je hebt een beetje Zuid-Bulgaarse tongval. Maar het zei je vergeven. Hij komt uit Noord-Bulgaar. Ja. Ik spreek hem dan wel niet meer goed uit. Hij vecht tegen Josh Jonesy, Canadees. Bijna Amerikaan. Ja, reserve. Reserve-Amerikanen, ja. Dat is een beetje een Belg ten opzichte van Nederland. Maar sorry voor de Belgische kijkers trouwens, die er ook zijn. Maar wat is het voor jongen? Wie? Kopy Vlinsky, niet Jonesy. Nee, hij is een hele getalenteerde Bulgaarse jongen die gewoon echt heel veel kan. Het komt er niet altijd bij hem uit. Soms slaat hij even dicht. Ja. Zoals toen tegen Kevin Hesseling. Maar afgelopen keer vocht hij een toernooi en toen dacht ze van, weet je wat, dan zit die Bulgaar een beetje erbij. Want we hebben liever misschien die Tatjani, bestaat hij even iets erin. En toen kwamen we elkaar in de finale tegen en uit het niks, pang, hup, zat opeens Bestati op zijn billen. Ja. En dat is natuurlijk niks ten nadele van Bestati, dat was een hele goede vechter. Maar de merendeel dacht dat Stoja niet van hem kon winnen, terwijl we er eigenlijk wel van overtuigd waren dat het kon. Nou, toen zag je dat en nou moet hij tegen Josh Jonesy, hij moest eigenlijk tegen Marat Grigorian. Ja. Dat is wel een hele zware dobber, maar ja. Die moet ook gewonnen worden, hè? Want je kan ze niet altijd maar blijven ontwijken. En Josh Jonesy, we zien het wel. Ja. Die is sinds hij een beetje bij Andy Sauer onder zijn vleugel vandaan gekropen is en het allemaal zelf beter weet, is het niet meer de Josh die we gewend zijn. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat we hem al gewonnen hebben. We moeten wel even aan de bak aanstaande zaterdag en dat gaan we ook zeker doen. Ja, hij is nu vierde op de ranking bij Glory, geloof ik. Ja. Dan heb je nog Chris Baia. Hetzelfde gewichtklasse. Ja, staat er ook in. Tweede gerankt uit mijn hoofd. Ja. Ja. Heb je twee jongens zo dicht bij elkaar die allebei datzelfde streven, is dat niet moeilijk? Hoe manage je dat? Wat moet het moeilijk zijn? Maar ik heb meer met dat beltje gehakt, toch? Jawel, nou kijk, je moet het zo zien. En, maar ze trainen samen, want het zijn ook elkaars concurrenten. Ja, maar Kishenko Groenhout, die stond in de finale. Ja. Kijk, op een gegeven moment als trainer weet je, als je dat doet, dan gebeurt dat gewoon. Maar dan moet je het ook gewoon van tevoren zeggen, luister, dit is het. Ik zou hem eigenlijk als trainer nergens mee bemoeien, ik zou daar een zorgen bij zijn en zoek het maar uit. De winnaar, die is de winnaar. Ja, zo heb ik het toen ook gedaan. Twee keer eigenlijk al, hè? Ja, klopt. Ook, dus ik heb de tribune. Glory kon gewoon en in de finale, dan hoeft het niet voor mij. Maar waar het om gaat is dit, kijk, als je nou goed kijkt naar een kickboxschool en als je een klas hebt, zeg maar de A-klasses, de wedstrijdvechters bij elkaar, dat zijn allemaal eenmanszaakjes, maar die kunnen alleen maar goed presteren of beter worden door samen te werken. Samen kun je elkaar verder duwen. En als er niet genoeg mensen zijn die in jouw voorjaar willen trainen, hè, dan gaat het je niet lukken. En je kan zeggen, ja, ik doe het wel alleen. Maar ja, al die eenzame vechters die hebben we gezien,
die gaan ten onder, vroeger of later. En hoe goed je ook bent, maar je hebt altijd mensen nodig om mee te wedijveren. Iemand die zegt op een dag dat jij even niet lekker zit, van hey, kom op, we kunnen het. Oké, nog even 10 keer. Nou, weet je wat? Nog een keer, doe nog maar een keertje. En alleen dan kun je verder komen. En ook dat doen Stojan en Chris samen. Ja. Maar ik heb ook nog Jordan Piqueur in hetzelfde gewicht. Ja. En daarachter heb ik ook nog 2 of 3 andere jongens die eraan zitten te komen. Zit Gino Kantus? Ja, Gino Kantus, die graag zich eigen wil gaan bewijzen. Maar ja, die moet even wachten, want er staan er al 2. Ja. Weet je, en natuurlijk bij Chloris en zo die dan begint dat ze denken, nou, we gaan er een Mike Show van maken. Maar het is nou eenmaal zo. En ja, je moet toch samen trainen. En anders, het is ook heel simpel als er iemand zegt van ja, maar Mike, dit kan niet. Ja, oké, zeg maar hoe het anders moet dan. Ja. Weet je, de tijd is beperkt. Alles kan. Ja, tuurlijk. Hey, over jullie. Een echte Amsterdammer, een echte Bossenaard. Ja. Jullie lopen al, ik weet niet hoe lang mee in het wereldje. Komt elkaar overal tegen natuurlijk, over de hele wereld. Nu in Los Angeles en volgende week weer in Schutje Kubbeveen, wat. En jullie kunnen het wel vinden met elkaar, hè? Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik ken Mike al jaren en Mike mijn. Net als over die jongen die nou van hem vecht. Ik kan zijn naam niet uitspreken. Koprivlensky. Ik heb de jongen van het begin meegemaakt. Hij heeft in het begin gevochten tegen een A-klasse van mij, won de jongen van hem. Hij heeft tegen een hele goede A-klasse van mij gevochten, won de jongen ook van hem. Die was echt absoluut talent. En ja, nou, dan moet je je verlies gewoon nemen. Ik heb maar op hem tegen verschillende vechts van hem gestaan. Ja. Maar ja, goed. Achteraf geef je elkaar een hand. En natuurlijk, ik ben altijd goed met Mike. Het is een gezellige vent. We konden elkaar natuurlijk ook al voordat, zeg maar uit de tijd dat William nog vocht, kon ik hem al, weet je. En hebben we elkaar diverse malen wat William Beek wilde, dat was zijn trainer. Ja. En die hielp mij ook altijd voor die andere jongens aan wedstrijden. Ja. Toen in die tijd, nou, we gingen altijd die wedstrijd af, we kwamen elkaar tegen. We hebben nog nooit samen getraind of nooit samen, of toen in die tijd nooit tegen elkaar gevochten. Nee. Weet je, maar het is op een gegeven moment, ja, hij was in zijn tijd ook vreselijk goed, dat vergeten de mensen. Hij is de enige die geloof ik alle 2 de Klitschko's nog uitgeslagen heeft. Eentje maar. Maar die telt maar ik geef maar even een voorbeeld, weet je, dat weten de mensen niet, dat hij dat even gedaan heeft. En hij is jarenlang ongeslagen geweest, zwaargewicht kampioen. Naar Nederland, WPKL, weet ik. En dan haalden ze de ene naar de andere. En de enige die het een beetje tegen hem redde toen de tijd, dat was, hoe heet hij ook alweer? Die donkere jongen, die was 86 kilo. Die redde net maar even een paar rondjes. Breinburg, Orlando. Ja, Orlando Breinburg. Voor de rest, die moesten allemaal afhaken tegen hem, weet je. En dan had ik, en heb ik nog steeds heel veel respect voor natuurlijk. Ja. En ik ben altijd iemand die gewoon altijd zegt, naar iemand toe loopt, toen al. Van, nou, god, dat heb je weer geweldig gedaan. Of, ik dacht dat je wel eerder af zou maken. Weet je, en dan zei hij, ja, nee, maar Mike, weet je, ik was van de week op het werk en toen moest ik even wat tillen en toen schoot het in mijn rug. Ik moet natuurlijk wel vechten vandaag, anders is William boos. Ja. Er zijn 300 man voor me gekomen. Dus ik laat het niet gaan. En zo hebben wij in de loop der jaren een bepaalde vriendschap opgebouwd. En de respect is heel wederzijds. Ik bedoel, ik heb Robin en ik heb een andere vechters waar ik mee rondreis. En dat is al een hele opgave. Ik heb naast mijn bedrijf erbij. Maar er is niks tegenover Mike. Die is bijna elke week in het vliegtuig. Ja. Dus daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen. Hoe zwaar het is om met die jongens. Maar veel mensen denken, je rijdt lekker op vakantie, even lekker naar Amerika. Maar dat is het helemaal niet. Nee, dit zijn geen stoepreisjes. Kijk, dit zijn de gezellige dingen. En af en toe een biertje pakken aan de bar en even wat eten samen. That's it. Maar het is niet even lekker sightseeing. En dat weet jij en dat weet Mike misschien beter. Dus, Maar hebben jullie qua opvatting over het vechtspelletje, over het, qua filosofie, hoe je vechters wil laten zien, lijken jullie daar ook een beetje op elkaar? Ik denk het wel. Als ik Mike's vechtstijl bekijk, Mike is ook geen lafhaard aanvallen. En bij mij is het ook volle bak naar voren. Ja, want de manier waarop Robin vecht, dat is iets waar jij al wel in kan vinden, volgens mij. Tuurlijk.
Tuurlijk, dat is... Tegen hem jongens daar, dat weet je, die komen gewoon, die komen. En ja, dan moet je aan de bak. Maar ja. Sterker nog, ik heb toen natuurlijk ook Robin in principe aangewezen toen aan Simon Ruts. Van luister, ga daar naar naartoe. Simon wist het niet echt. Hij zei, hij is wel heel klein, over 70 kilo. Klopt. En toen had en Melvin hoorde dat en die heeft dat toen opgepakt. Ja, ja. Het enige, ja, ik weet niet wat het toen op een gegeven moment fout gegaan is, maar op een gegeven moment werkte dat niet meer. En ja, en ik ben nooit bezig met dat management en weet ik veel wat allemaal, omdat ik te veel trainer ben. En ja, dus maar dat is ook bijvoorbeeld een vecht dat ik zeg van nou, daar, ja, dat zie ik wel graag. Weet je, want ik heb nog zelfs Rob in zijn handen nog wel een keer gedaan toen erbij. Getaped in de vechtse banen. In de vechtse banen. Ja. En weet je wat ik, ja, ik was, ik kwam natuurlijk met die jochie van mij ook overal en dan kwam ik Robin tegen en erbij zei, wow, die wint wel heel erg veel, hè? Hoe zit het in elkaar? Dus ik zeg, William, hoe zit het nou? Hij zegt, nou ja, we zijn 69 partijen ongeslagen en ik denk dat het tijd is, denk ik, maar naar de nieuwelingklasse te gaan of over te slaan. Ja. Ik zei, oké, weet je. En toen, even later kwam ik hem tegen. Ik zeg, ja, hij is te jong om naar de nieuwelingklasse te gaan, maar we zitten tegenwoordig op de 100 partijen. En we hebben nog steeds niet verloren, maar het wordt nou een beetje vervelend. Ja. En toen ging hij naar de nieuweling, heb je geloof ik één gedaan of overgeslagen. Overgeslagen, naar de C-klasse. En was hij nog steeds ongeslagen. En toen zei ik, van, ach, misschien is het wel... Even een idee om zo'n jongen in de gaten te houden of vast een afspraak te maken of hoe je dat wil, weet je, want dat gaat hem later wel, denk ik, worden. Nou, ik heb er niet veel naast uit te denken. Nou ja, goed gegokt en ja, dat geldt ook net met die jongens van Mike. Als we op Kaap Galas tegenkomen, met zijn Meutel en al die jongens, en dat is altijd top, weet je wel. Er is geen haat, geen nijd, er is geen vroering. Ook al hebben we tegen elkaar gevochten, het is Sandroven en goed. Oh. En, ja, dat mag ik wel. En het is niet net waar we het over hadden, het Amerikaanse gebrul allemaal, ja, dat is allemaal niet zo, zei je ook niet. En, nee. Ja, dat is gewoon top. Ja. Maar dan ben je vader en coach van Robin. Ja. In zo'n week als dit, wat ben je dan meer? Meer coach, meer vader? Nou, een beetje mentaal. Mentaal. We hebben naar het gewicht te maken. En ja, ook vanavond een beetje petsen. Van alles een beetje. Ja, ja, meer een goede vriend, zeg maar. Kijk, ja. We hebben natuurlijk onze weg moeten vinden. Kijk, als hij zeg maar Meurtel in de sportschool een discussie heeft, 's avonds gaat die deur dicht. Bij mij gaat ook die deur dicht, alleen thuis ging het weer verder. Ja. Daar hebben we een middenweg in gevonden. En, ja, het lijkt me dat het af en toe best moeilijk is, want je hebt natuurlijk twee rollen en dat loopt soms best wel eens een beetje door elkaar heen. Jazeker, dat botst enorm. Als ik alles opnieuw zou moeten doen, ik weet niet of ik nog aan begon. Ja, dan zeg ik nou, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar ja, om het los te laten, maar het is wel, ja. Kijk, is vader en zoon, maar daarnaast ben je ook trainer en dan ben je ook nog een beetje, doe je nog een beetje management van, ja, dat is gewoon zwaar. Ja. Maar heb je wel het punt gehad dat je nou, we gaan hiermee stoppen, want dit vertroebelt te veel. Ik heb jaren bij mijn vader de kroeg, ik ben mijn vader uit de bar gestaan. Ik ben er op een gegeven moment gestopt, omdat ik op een gegeven moment waren er meer collega's of baas en werknemer dan vader en zoon. Hebben we wel eens gehad. Ik zeg nou, we moeten maar zeggen, met de tijd, kijk maar wie je wil. Wil je naar Maïs, wil je naar Peter? Ja. Is Peter geworden, maar dat werkte niet. Nee. En dat is niks ten aarde van Peter, niks ten aarde, maar die klik is. En als die klik er niet is met een jongen, dan kan je nog zo goed zijn. Maar als je geen connectie met je coach hebt, dan gaat het echt niet werken. Ja, dan heb ik het maar weer overgenomen en dat zag je zelf ook al in. En ja, nou is het goed. Ja? Ja, hij woont inmiddels opzij met zijn vrouwtje, dus dat komt allemaal goed. Rustig vaarwater. Rustig vaarwater. Ja, voor de vader van Roosmalen moet dat natuurlijk ook wel een rustig gevoel zijn. Ja. Mag je nou s'avonds niet meer in elk ruzie hebben? Nee. Gewoon de deur op een dag. Ja, gewoon brief misschien. Ja. Nee, dat is goed, groot, is goed zo. Ja. Ja. Hoe ziet zo'n laatste deel? We zetten nu drie dagen voor het gevecht. Wat zijn de dingen hij moet afvallen? Hij moet afvallen. Nou ja, kijk, hij wordt naar de wedstrijd. In Robben's geval wordt hij altijd een beetje grumpy, zeg maar. De wedstrijd die gaat spelen, nou. Mm-hmm. Ja, afvallen. Maar verder is hij vrij relaxed. Hij is rustig. Trainen, rusten, dat is een dieet, that's it. Ja. Hij zat bij ons aan tafel een tijdje geleden en toen had hij net een nieuw contract bij Glory getekend. Ja. Toen zei hij, nou, dit kan wel eens mijn laatste contractje worden en dan ga ik naar het MMA dan waarschijnlijk. Maar als ik van jou begrijp, dan wil hij misschien ook wel eens wat anders, misschien wel een gewichtje hoger. Er zijn natuurlijk meerdere opties, we laten alles open, maar ja. die...
ja, ik draai het verhaal om, daar leg ik bij Glory neer. Ja. Kijk, hoe hechten ze aan Robin? Hij is toch al jaren kampioen en ja, er spelen meerdere factoren. Dus ik leg ook een gedeelte bij Glory neer. En natuurlijk hebben wij ook al ons huiswerk gedaan. Ja. Zo wacht ik gewoon af wat er gaat gebeuren. Ja. Maar ik weet, 70 kilo wil u liever niet zo lang zitten dat jij daar zit. Dan heeft hij niet zijn behoefte aan. Ja, dan komen we weer op bekende verhaal waar we net over hadden. Ja, dus, ja. Maar 77 kilo, dat vindt hij dan wel interessant. Ja, in die 70 kilo lopen allemaal dezelfde jongens rond. Ja. Die komen elke keer dezelfde. Dan krijg je hetzelfde verhaal als bij Infusion. Die vecht tegen die en die vecht tegen die. Robin die wordt graag uitgedaagd. Kijk, dit is een nieuwe jongen, dat is echt een challenge. Misschien een 77 kilo, dat hij ook weer gechallenged wordt. Ja. We zullen het zien. Ja, maar, tegen Myrtle. Nou ja, dat hebben we al gehad een keer. En, die twee kunnen ook goed met elkaar vinden. En, er zijn er al meerdere in dat gewicht, toch? Ja. Dus, maar het is nog niet zo ver, dus we zullen eerst even zien dat het, welke kant het heen valt. Ja, en eerst zaterdag natuurlijk maar hier in Los Angeles. Ja. Tegen Kevin van Ostrand. Ja, dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste voor nu. En daarna zien we wel weer wat er gaat gebeuren. Ja, en zo overtuigd als Van Ostrand is dat hij gaat winnen, zo overtuigd ben jij dat het absoluut niet gaat gebeuren. Uiteraard, maar zo moet je als trainer en als vechter ook zijn. Als dat niet is, dan moet je hier, dan heb je niks te zoeken hier. Nee. Toch? Nou, maar je hebt ook wel eens wedstrijden dat je denkt, nou, dit. Natuurlijk gaan we wel voor de winst, maar het wordt wel een hele zware dobber. Maar dat gevoel heb je helemaal niet. Heb je huiswerk niet gemaakt? Ja, nee. Het gevoel, het blijft sporten. Ik bedoel, een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan altijd gebeuren. Maar zoals het, ja, nee, ik denk niet dat er echt veel gaat gebeuren. Maar nogmaals, het blijft een sport. En het zijn twee mensen die tegen elkaar vechten en kan alle kanten heen. Ja, jullie zitten zaterdag met z'n tweeën gezellig een biertje te drinken na afloop. Hoogwaarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ja. Allebei met een lach op jullie gezicht. Ja, en een midnight snackje erbij, denk ik. Ja, tuurlijk. Kom op. Het is niet het einde van de wereld, hè. Winnen of verliezen. We gaan voor winst. Dus, Maar we gaan ervan uit dat jullie allebei winnen, toch? Dat jullie vechters allebei winnen. 100%. Ja, daar staan we voor hier. Ja, 100%. En niet, niet voor iets anders, weet je. Misschien hebben jullie ook geen problemen. Net wat ik zeg, die Stein is gewoon. Een goede jongen, hij moet al even wat handiger worden met sommige dingen, maar in principe qua alles zeg maar, wat je hebt, is hij denk ik toch een betere vechter dan Josh Jones. Hij heeft veel pluspunten, ik vind die jongen echt veel pluspunten hebben. Ik heb die jongen, ik ken hem natuurlijk al een paar jaren en het is gewoon een harde knook is het gewoon, een harde pezige gozer is het. Hij geeft niet mee, hij kan ook incasseren, hij kan er niet veel. Hij kan goed uitdelen, dus. En dan kan alles, kan heel makkelijk trappen, heel makkelijk knie, heel hoog op. Ja. En kan ook alle stoten eruit gooien op zijn gemakje. Weet je, sommige jongens kunnen alleen maar boksen en die hebben een beetje een matig trapje. En andere jongens kunnen heel goed trappen, maar die kunnen we niet boksen. Ja. Nou, hij kan eigenlijk alles. En daarom, ja, alleen hij is nog even, weet je, dit was ook natuurlijk omdat we baai hadden en hoe heet het? En die liep voorop en hij loopt een beetje in de schaduw mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een mindere vechter is. Nee. Het is gewoon een ander soort vechter. En, ander karakter ook. Ja, ander karakter. Dus, hij is wat rustiger. Lijkt wel een makkelijke jongen mee te werken. Ja, ja maar dat is. Misschien moet je eens op de loopband springen en dan gaat het gewoon. Ja, nou, maar zo is het. Maar dat is ook een beetje met die Oostblokjongens, waar ik natuurlijk een paar van gehad heb. Die zijn wat. Meer militair ingesteld. Als je tegen hem zegt, ja, je moet een uur lopen, loopt hij een uur. Geen 61 minuten, geen 59 minuten. Gewoon 60 minuten, punt. Klaar. En, ja. Vraag niet waarom, vraag niet hoe. Nee, de trainer zegt het, dus doe ik dat. En maak zich niet zo druk. Ja, dan lekker wasbordje. Ja, het is alsof ik in de spiegel kijk af en toe. Kruis, heb je broer meegenomen? Tweelingbroer. Ja. We hebben ook zo'n echt leg op mijn kaart. Wie is wie nou? Zoek de verschillen. Goed. Op de valrijp, iets wat we misschien niet helemaal live kunnen zien hier in LA, omdat we dan met Glory bezig zijn. Mm-hmm. Maar zaterdag natuurlijk ook Joshua tegen Parker. Jij bent een boxfan, jij houdt ook van. Ja. Ja. Prognose. Ja, dat wint Joshua. Voortijdig. Maar dat is natuurlijk niet waar we op zitten te wachten. Kijk, wat we eigenlijk wilden zien met die wedstrijd, of die, is misschien geen wel ik, wil zien is dat die Joshua gewoon over die Parker heen rent.
En op het moment dat hij dat gaat doen, vallen natuurlijk ook gaten. Dus dan kan Parker het interessant maken om hem een paar keer te raken. Want dan krijg je zometeen natuurlijk die wedstrijd waar iedereen op zit te wachten. Wilder tegen Joshua. Tegen Joshua. Snap je? Want en dan eigenlijk is het meer zo van elkaar, hij rent over die Parker heen. Ja. En dan gaat hij natuurlijk zeggen, ja, ik kan wel tegen die, maar ja, die Wilder, die wordt even een paar rondes in elkaar gebeukt door die Ortiz. En dan krijgt hij een opleving. Is niet helemaal zo, maar zo gaan ze het dan brengen. En snap je, dus dan gaan we hem nog even een beetje ontlopen, want hij is een mindere vechter. Terwijl eigenlijk de hele wereld zit erop te wachten en ze zitten een beetje uit te stellen. En dat is goed, ja. Want zo wordt er ook meer geld verdiend. Ja, want hij krijgt geloof ik, als ik vorige week ergens een dealtje met hem aan het maken voor, wat is het, geloof ik, 500 miljoen of zo? 5 wedstrijden 500 miljoen, of 10 wedstrijden 500 miljoen. Ik bedoel, gewoon er maar aan staan. Ja. Maar dit krijg je. Dus, ik doe het voor de helft hoor, overigens, mocht iemand kijken. Maar... Ja, oké, is goed. Ik had Mike ook al gevraagd of iets voor me kan regelen. Ja. Ja. Doe een 50-50, ik ben niet de broers toch? Ja, ik haal het gewicht net niet. Ja. Aan de lage kant. Nee, maar. Ja, nee, maar luister, het is toch alleen maar goed dat dat gebeurt. Ik bedoel. Dat gebeurt ook met honkbal. Het gebeurt hier met basketbal. Ja, dat gebeurt tegenwoordig met voetbal. Voetbal. Kijk wat die Messi verdient. 500 miljoen voor Neymar die geblesseerd op de bank zit. Tenminste, als hij onder de bank komt. Snap je? Nou gebeurt het ook met boksen. En ik hoop dat het kickboksen ook even meegaat. Die slipstream meegaat. Snap je? Is natuurlijk ook nooit verkeerd. En dat is de ontwikkeling van sport. En als je goed ergens in bent, dan mag je er best naar betaald worden. Want dat is in het bedrijfsleven ook namelijk zo, toch? Ja. Als je bij multinationals, hoogovens, goede dingen doet voor hoogovens, je sleept goede dingen binnen, dan word je er gewoon goed naar betaald. Ja. Maar dat zie je niet in de krant. Of directeur van de ING-bank, hè? Dan krijg je ook goed betaald. Ja, ja dus, nee, maar ja, dat is toch zo. Als zijn topsporters, de hele wereld kijkt ernaar, er wordt van betaald, pay-per-view. Dus die jongens mogen er helemaal verdienen, hoor. Waarom niet? Nee. Maar goed, je gaat niet live kunnen kijken, maar je gaat er terugkijken, neem ik aan. Jawel. Ja, ik weet niet hoe dat zit met die tijdsverschil allemaal, toch? Zit het 9 uur verschil of zo hier? Waar boksen ze in? Dus. In Londen. In Londen, ja. Het is dus 8 uur, hè? 8 uur. Ja, wie weet. Dan krijg ik wel een stream voor je. Ja, we hebben zeggen, dan gaan we kijken. Misschien zijn we net op de terugweg. Dus. Goed. Heren, dank jullie wel. Ja, heel veel succes zaterdag. Dank je wel. En tot de volgende keer. Hoop ik. Ja, duidelijk. Komt goed. Helemaal goed. En voor u thuis, voor jullie thuis, like en deel en doe alles YouTube, like ons en deel het allemaal, want wij willen ook wel een keer de miljoenencontract binnenhalen. Tot de volgende vechtersbaas. Oké. Okay. Ja, 100% geregeld.